ik vond het heel belangrijk dat het allemaal unplugged is. Hè? Dat je geen voorzieningen verder nodig hebt. Dat er geen stroom nodig is. Dus ja, dan ga je op zoek naar andere. Dus bijvoorbeeld de pomp die in de handwasunit zit. Is daar gewoon een geweldige uitvinding van. Die er gewoon is. En die heb ik gebruikt. Ja, fantastisch. Helemaal goed. Nou, dan ben ik blij dat ik jouw buurvrouw mag zijn. Ja, die toiletunit was wel zeker een uitdaging. Nou, ik heb gewoon ook echt gekeken naar wat er was, wat ze mij konden aanbieden. En zo ben ik op de multitank gekomen. En daar heb ik eigenlijk als het ware een hele mooie nieuwe verpakking voor gemaakt. De behuizing, als je bij de handwasunit ook kijkt, hè, de behuizing is allemaal door Van der Pol gemaakt. En de binnenkant, dus de installatie, de leidingen enzovoorts, dat doen we zelf in de werkplaats. En op dit moment staat de veldkeuken in de werkplaats. Dus dan hebben we een kookunit, een werkunit, een wasunit, een koelunit zelfs. Want ja, we moeten ook de biertjes koud houden.